is nu even een moment om even uit te leggen wie nou die, die kerel is die hier voor u staat. Ik ben gevraagd om dagvoorzitter te zijn van dit programma. Ik ga u even kort vertellen wat mijn achtergronden zijn, zodat u ook een beetje kunt plaatsen van nou ja, hoe zou ik nou reageren vandaag en wat voor een figuur staat er nou eigenlijk. Ik ben eigenlijk de afgelopen jaren heel intensief betrokken geraakt bij de energietransitie in allerlei verschillende uitvoeringsvormen. Met name de warmtetransitie. Op dit moment mag ik even de rol pakken als warmteregisseur voor warmtenet in de metropoolregio Amsterdam. Maar ik ben ook al langer betrokken bij vraagstukken rond het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Een opgave die niet alleen voor corporaties heel groot is, maar vooral ook voor al die particuliere eigenaren die zoiets hebben van, goh, waar gaan we naartoe? En dan krijgen we ook nog dit soort termen, hè, als TEO, en dan komt daar TEA en TET komt er ook nog bij. Dus we hebben heel veel uit te leggen en we moeten heel veel doen om die mensen mee te nemen. Daarvoor ben ik eigenlijk jarenlang actief geweest in de gebiedsontwikkeling en mijn roots daarvan, die zijn begonnen een tijd terug als wethouder in Almere. Maar daarna heb ik gelukkig vanuit verschillende rollen met mijn poot in de klei kunnen staan. Daar ga ik u niet al te veel verder over vertellen. Ik doe dit vanuit het bureau overmorgen en ik zal u vandaag door het programma heen leiden.